Er wordt zo over ons beslist. Hè? Want wanneer ze zin hebben, steken ze de vinger maar omhoog, toch? Zo is het, toch? De stemronde in de gemeenteraad was de laatste hoop voor de kampbewoners. Zij willen dat alle 14 kampjes open blijven. En nu moeten er op termijn toch 5 weg. Het besluit komt hard aan, maar het is een stuk milder dan het oorspronkelijke plan van Os om alle kampjes op te doeken. We zijn voor het College voor de Rechten van de Mens geweest, daar een discussie over gehad. Die zegt, woonwagenbewoning is een cultuur, dat moet je mogelijk maken. Net zoals veel andere gemeenten hebben wij dit beleid en dat gaan wij nu veranderen. Hoe dan ook zien de kampbewoners de verandering als een verlies. Op 5 plaatsen worden de wagens weggehaald als bewoners overlijden of verhuizen. Ik vind dat de gemeenteraad tegenhoudt dat onze kinderen een toekomst hebben. De toekomst van de kinderen is er. Maar misschien niet op die specifieke plaatsen, want van de 14 locaties die we nu hebben, gaan we terug naar 9. Misschien komen daar wel wat nieuwe bij. Want de wethouder kan wel tegen ons heel mooi zeggen van, er zitten geen addertjes onder het graf, maar het viel ons koud op ons zak. 5 uitsterflocaties, want zo is het gewoon. De 5 kampjes die weg moeten, liggen volgens de gemeente op de verkeerde plaats. En ook zou de woonkwaliteit niet op orde zijn. Er worden een paar plaatsen op de duur ergens bijgebouwd, maar niet die 23 die er afgebroken worden. Dat wordt wel gezegd, maar wij geloven daar niet in. Want voor de kampbewoners is er maar 1 conclusie. We moeten meer standplaatsen en minder huizen. Zo wil ik.